zijn eigenlijk drie redenen waarom dat we hier eigenlijk met Groenfront en andere tuig zitten in dat bos hier. Ten eerste, dat bos hier, Fabricom, dat wil dat kappen omdat er hier een industrieterrein met loodsen en kantoren en zo gebouwd wordt. Maar dat is gewoon absurd eigenlijk, want als je zo ziet, wordt er 3,5 hectare gekapt, maar er staat hier ook... Die cijfers, 30% van de kantoorgebouwen staat gewoon leeg. Dat is gewoon absurd dat er daarvoor een bos moet gekapt worden, terwijl er zoveel leegstand is, dat er heel de natuur moet verdwijnen, terwijl er al zo'n grote schaarste is. Ja, ik zeg het, het is absurd gewoon dat er zo van die gekke dingen nu, in deze tijd van ons bestaan, gebeuren eigenlijk. En dat brengt me ook bij het tweede punt. Het feit dat er eigenlijk ook zo weinig bossen zijn en dat er eigenlijk 40.000 hectare zonnevreemde bossen zijn die gewoon door een ambtenaar ingekleurd zijn. Van kijk, ja, deze is hier, we zullen daar maar industriezone van maken, dus al die bomen moeten weg. Dat is slecht op niks. Ik bedoel, dat ze dan een keer beter met hun verstand wat inkleuren. Dat er niet zoveel natuur moet verwoest worden voor zo'n industriepark enzovoort. En ja, dus 40.000 hectare staat er dus nu onder bedreiging. Allee, is er zone vreemd, waarvan er 10.000 hectare onmiddellijk bedreigd is. Waaronder dit bos hier. En daarmee dat dat hier ook een symbooldossier is. En 10.000 hectare is eigenlijk gelijk aan 1 miljoen bomen. Dat is gigantisch veel. Deze lijkt maar één druppeltje op de hete plaat, 3,5 hectare. Wow, dat lijkt niks, maar dat is effectief ook een deel. Hè. Dat is evenveel waarde dan, ik bedoel, hier wonen eekhoorns, vogeltjes, alles. Hè. Ik bedoel, ja, ik zou het kunnen stoppen aan het gebruiken, maar even uw gezond verstand. We hebben die lucht nodig, die bomen die die zuurstof geven. We mogen dat niet laten kapot gaan, gewoon ook voor de verdere toekomst. En dat brengt me ook bij het derde punt. En dat is eigenlijk de gehele sociaal-ecologische crisis. We zitten nu echt met... We buiten de aarde uit. Hè. Als je kijkt naar onze ecologische voetafdruk, die is immens. Je hebt zo'n... Ik zal het even uitleggen voor de mensen die niet weten wat dat is. Je hebt zo'n ecologische voetafdruk en dat staat gelijk aan hoeveel dat je verbruikt van de aarde. En je hebt daar ook zo'n eerlijk aandeel. Ik weet de cijfers niet, maar ons aandeel is veel te groot. Dat van Amerika is nog veel groter. En in Afrika, in het noorden, in het zuiden van de wereld, is dat echt veel te klein. Allee, die hebben niks. Die verbruiken heel weinig tegenover ons. En het zou veel beter zijn dat weer herverdeeld wordt en dat wij ons verbruik veel meer naar beneden halen, want we buiten de aarde uit. Al die grondstoffen dat er uit de aarde worden gepompt, dat zit hier al miljarden jaren dat nodig heeft gehad om in die grond tot die olie, die processen daar te worden. En ja, wij gebruiken dat alsof dat er genoeg van is, maar dat is niet zo. Hè. Er gaat een moment komen dat op is en die natuur, we kappen dat maar. Van, wow, we planten ginder wel een nieuw bos aan, maar zo gaat dat niet. Hè. Als je hier deze bos wegneemt en je plant er daar een nieuw, dat bos dat je dan ergens anders geplant hebt, dat heeft ten eerste keiveel tijd nodig om terug tot zo'n volwaardig bos te komen. En B, al die dieren, waar moeten die ondertussen naartoe? Het is allemaal... En het is nu dat we moeten handelen. Hè. Het is nu dat we onze krachten moeten bundelen om dat te stoppen, die industrie en die overconsumptie. Ja, en het is anders te laat. En het is al eigenlijk... We verbruiken al te veel. Hè. We zitten al over die limiet. De aarde is al... Maar die zal terugvechten. Hè. Je ziet dat al, hè. Die overstromingen, de aarde die opwarmt. Dat zijn allemaal verdedigingsmechanismen van de aarde. Hè. En wij als mensen, wij hebben redenen, wij kunnen dat vatten. Hè. Wij kunnen daarbij helpen hè, om dat niet zo ver te laten komen. Hè. We moeten nu handelen en inzien dat we... Ik denk dat het daarom ook is dat we merken bij deze actiekamp en andere actiekampen. Dat die allemaal vanuit dezelfde mening zitten als Kathleen. Dat we moeten reageren omdat
anders schiet er niks meer over. En het is heel moeilijk om veel kracht bij die mensen te halen. En hier merk je dat veel mensen met dezelfde mening zitten. En ook wel vooruitkomen in hun mening. Wat het probleem is, is dat er heel veel cynisme is en wat ik kan begrijpen. Maar het is toch om zeep of dat toch niet veel uit gaat gekapt worden. Maar als we hier niet in verzet gaan tegen die kap, dan is het ook nooit geweten dat er verzet is geweest. En dan is er ook niks aan de hand. Je krijgt heel veel steun en sympathie eigenlijk van. Je ziet dat van mensen die in achtertuinen zijn, eigenlijk dat bos, die komen hier dagelijks wandelen. Het is ook wel heel verspreid. Ik heb het gevoel dat Brugge een heel bekrompen stadje is qua je komt. Zoals mensen op de markt vandaag, mensen zijn weinig nieuwsgierig. Je kunt wel mensen meetrekken en doen, maar ze zijn heel terughoudend en allemaal vastgehoekerd in hun eigen wereldje. En ze vinden het allemaal slecht. Ze zijn tegen de kap, de anderen van ja, dus. Het is goed dat dat gebeurt, dat is voor de welvaart en dat zit allemaal wet is wet en dat zit zo in elkaar. Maar je krijgt eigenlijk langs alle hoeken ook wel heel veel bewondering en steun. Gewoon al door mensen die voedsel komen brengen, dekens komen brengen. En dat is heel goed, dat merk ik ook wel. Je bent goed bezig en er zijn nog heel veel mensen die. Het probleem dat er heel veel mensen, of zeker van de ouderen, die zitten vooral met een financiële overleving en die zijn alleen maar met werken en zien te overleven omdat de kosten allemaal niet meer haalbaar zijn. En die kunnen er ook geen, of in hun denken kunnen ze geen tijd maken om in een bos te gaan zitten of zo, om te beschermen. Het is eigenlijk een dilemma, of de keuze tussen de milieuvraag en de rechtvaardigheidsvraag. En het rechtvaardige zou zijn als we hier met 6 miljard mensen op deze planeet kunnen leven aan het welvaartsniveau, zoals wij hier in het Westen leven, of ook in rijke steden, of rijke groepen mensen in het Zuiden. Als zij allemaal kunnen consumeren zoals wij dat nu doen. En als, het zou rechtvaardig zijn als iedereen een vliegtuigreis kan maken elk jaar, als iedereen 2 auto's kan hebben in elk gezin, als iedereen zoveel vlees kan consumeren, als iedereen kan leven zoals wij dat hier doen. Maar er is gewoon de draagkracht van deze planeet kan dat gewoon niet aan. Er zijn gewoon grenzen. En ik denk dat tijd wordt dat de mens inziet dat die grenzen weldra zullen bereikt worden. En wat wij hier ook proberen te bereiken met deze bosbezetting, het is eigenlijk een heel dorpje dat wij hier bouwen. Oké, het is in de bomen, maar wat wij hier ook proberen te bouwen is een kleine samenleving te reconstrueren in een groep. Er zijn heel veel mensen, we kenden elkaar niet allemaal voordat we hier kwamen. En eigenlijk zo een mini-samenleving, zoals wij het in onze ideologie hebben, in praktijk te realiseren.